Er zijn al 400 jaar studenten in de stad en dat heeft zijn sporen nagelaten in Groningen. In het Groningen Museum is daarom dit weekend de tentoonstelling Student in Groningen geopend. Aan de hand van voorwerpen, foto's en videobeelden wordt het studentenleven van de afgelopen 400 jaar in kaart gebracht. De directe aanleiding is natuurlijk het 400-jarig bestaan van de universiteit. En 400 jaar zijn hier dus al studenten in de stad. En om iets van hun wereld te laten zien, is deze tentoonstelling gemaakt. Het aanbod is heel divers. Iets over het studentenleven in de 17e, 18e eeuw. Ook de bijdrage van studenten bij een aantal oorlogen. Zowel bij het Groningens ontzet van 1672 als bij de tiendaagse veldtocht tegen de Belgen in 1831 was een regiment van Groninger studenten aanwezig. Ook in de Tweede Wereldoorlog zijn er allerlei studenten in het verzet geweest waarvan we een aantal dingen kunnen laten zien. Maar ook natuurlijk van die studentenverenigingen allerlei dingen die samenhangen met hun sociëteiten, met hun feesten, borrelglazen en bier- en jeneverglazen. Hun uitdossing, studentenbaretten die decennia lang bij feestelijke momenten de stad een kleurig aanzien gaven. Achter zo'n baret gaat meer schuil dan alleen een warm hoofddeksel. Ja, hier zie je een baret van Albertus Magnus met een rode bies. Dat betekent dat het een student is die medicijnen studeerde. Maar alle baretten lieten altijd in de vorm van een veer, een kwast of een lint zien welke studie je had. De tentoonstelling is tot 31 augustus in het Groningen Museum te zien.